De vorige keer bij Total Drama All-Stars. De kampeerders werden getrakteerd op een dagje in de lolzone. Daar kun je echt van alles beleven. Maar lol in ieder geval niet. Heather wist een verborgen onschendbaarheidsbeeldje te vinden. Helaas voor haar had iemand anders hem daarna ook gevonden. En Shara heeft sinds kort een nieuw, huisdier. Uiteindelijk wisten de helden te winnen. En terwijl Alejandro op weg was naar de plede schaamte, kwam hij met de grootste verrassing van de avond. Goed gespeeld, kapitein Geheime Benen. Zullen de helden hun voorsprong behouden? Zullen de gieren hun naam eer aan doen? Zal mijn ontbijt klaar zijn voor de lunch begint? Je gaat het zo zien bij Total Drama All-Stars. Jongens of meisjes, of een jongen en een meisje, heb ik echt geen tijd meer voor een relatie. Nou, ik hoop maar dat Camby het goed opvat. Wat zei je, Cody Junior? Sinds wanneer is toast groen? Mijn ma noemt dit penicillinepuree. En ik ben nog nooit verkouden geweest. Kijk eens aan. Tijdje geleden, neppe benen. Het is inderdaad een wonder dat mijn benen het eindelijk weer doen. Nu kan ik ze volledig inzetten voor ons team. Maar na vandaag zijn er helemaal geen teams meer. Waar heb je het eigenlijk over? Er zijn nog maar 9 spelers over. Dus moeten we straks samenvoegen. En na wat jij Heather hebt aangedaan, succes met het vinden van een partner, El. Het zou fijn zijn als je me niet zou aanspreken met die naam. Afgelopen nacht heb ik gedroomd over mijn oudere, slimmere en knappere broer, José. Hij noemt me altijd El en dat haat ik. Nog meer dan gemuteerde kevers en conditioners die niet ontwarren. Wat is er mis met de naam El? Mijn zusje heet ook El. Afkorting voor Alberta. Ze is de plaatselijke varkensroeper. Sui! Sui! Doe! Goede straks bij het wordende morgen allemaal. Ga naar het Christische. En wel meteen. De uitdaging van vandaag doet niet vanzelf bij. Hey, we moeten praten. Het gaat over Mike. Wat is er dan? Wacht, probeer je vriendjes met me te worden terwijl hij in ballingschap zit? Wat? Nee! Luister, ik wist dat ik hem ergens van kende, maar kon het niet plaatsen tot ik hem hoorde fluiten. Ik snap echt niet waar je het over hebt. Toen ik in de jeugdgevangenis zat, was hij er ook. Oh, je bent serieus. Mike in de jeugdgevangenis? Ja, maar toen noemde hij zichzelf nog Mel. Volgens mij vond hij het fijn dat hij vast zat. Hij bleef rotzooi trappen, puur voor de kick. Maar waarom heeft Mike je dan nog niet herkend? Waarschijnlijk omdat ik uit zijn buurt bleef. Maar denk eens na, een gast met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis maakt Cam's bril kapot. Mijn mes heeft hij vast ook gesloopt. En Sam's gameknul en Sierra's smartphone. En dat is echt helemaal niks voor Mike. Maar juist wel echt helemaal iets voor Mel. Bedankt dat je me dit verteld hebt. Je bent echt zo lief en zorgzaam. Helemaal niet. Het is meer... Er is namelijk maar ruimte voor 1 bad boy op dit eiland en dat ben ik. Cody's, laat het gezicht van die stagiair met rust! Mike! Tijd om terug te gaan! Hey, chef. Hallo? Geef alsjeblieft antwoord! Jij! Niet tot uw dienst. Maar ik was van je af, naar de gevangenis! Gekke Mike. Ik hield me gewoon gedijst en spaarde mijn energie. Ik wachtte op het juiste moment en het is gelukt. Nu ben ik de baas. Die mensen zijn allemaal onschuldig. Je moet echt stoppen! Stoppen? Oh, nee. Ik ben juist pas net begonnen. Nee, wacht! Kom terug! Welkom in het kamp Wawanakwa Colosseum. Serieus, een boksring? Boksen? Dit is het testament van Cameron Corduroy Wilkins. Heftige nacht gehad, chef. Kwam je een groot boos baby-eekhoorntje tegen op Botbreukeiland? Die jongen is niet goed. Man, jij bent echt een lust voor het oog.
Gegroet, spelers! Het recept voor de ramp van vandaag bestaat uit een flink portie van eerdere geen pijn, geen winst uitdaging. Met een klein scheutje fobiefactor voor wat extra spanning. Ik heb geen honger. Bereid je voor om je straks uitgevallen tanden te zetten in het rad van het ongeluk. De regels zijn simpel. Draai aan het rad en hou het 2 minuten lang vol in de ring met dat wat het rad je geeft. Win je het gevecht, dan krijgt je team een punt. Gevechten zullen onpartijdig beoordeeld worden door chef en door mij. Het eerste team dat 3 gevechten wint, is de kampioen. Maar wie gaat er dan op de konings passen als ik moet vechten? Niemand, als ze waarde hechten aan hun leven. Oké, wie is er klaar om te beuken? Wacht even. Zoe zou nog een beloning krijgen, toch? Ik hoopte dat jullie dat al lang waren vergeten. Maar aangezien je de beste was bij de vorige uitdaging, hoef je niet te boksen. En krijgen de helden alvast een punt. Woehoe! Okay. Bedankt! Omdat de gieren gisteren hebben verloren, moeten ze als eerste. Wie is er klaar om te stompen? Ik ga wel. Een warm onthaal van jouw rivaal, Muil! Huh? Ah! Hallo? Scott? Scott! Kom op, man! Kniezen is verliezen! Oh, volgens mij heeft hij al verloren. Word wakker en ruik de handschoenen die je in je gezicht slaan, Scott! Ik vind jou wel mooi, denk ik. Hey, slaapje doen. De tijd is om en Muil is de winnaar. Geen punten voor de gieren, dus de score blijft staan op 1-0 voor de helden. Je zou je echt moeten schamen uit de kluiten gewassen guppie. Ik help je wel. Oké, bedankt. Zagen jullie dat ook? Courtney behandelde me zowaar net als een mens. Misschien heeft Gwen wel genoeg geboet. Trouwens, ik denk toch niet dat ze Scott echt zou willen zoenen. Heeft deze gast ooit zijn voeten gewassen? Ben je nu al meteen de kaas in het inblikken, Cletus? De helden zijn aan de beurt. Kom maar naar voren. Sierra! Waarom ik? Waarom niet? Goed punt. Echt niet. Ik zal nooit vechten tegen mijn lievertjes. Oh, je gaat niet vechten tegen je huisdier. Nee, je gaat vechten tegen hun mama. Hoe groot is de kans dat Sierra en Scott allebei zulke persoonlijke tegenstanders krijgen? Astronomisch klein. Er is iets vreemds aan de hand. Cambie, hier. Neem de jongens maar. En het spijt me. Het gaat niets worden tussen ons. Ik maak het uit met je. Ik ben nog nooit gedumpt door iemand waar ik niet eens mee uitging, maar... Yes! Auw! Kom maar op, afvaladem. Dat wordt een pijnlijke landing. Vergeet wat ik zei. Ik zou het nooit met je uit kunnen maken, Camodi. Ik kan niet wachten tot de teams samenvoegen, want dan worden wij team... Camshara Odi. Nee! Na deze schaamtelijke nederlaag staat er nog steeds 1-0 voor de helden. Gieren, jullie zijn... Ik scoor wel even een puntje. Ik hoop dat hij Heather krijgt. Er is maar 1 iemand tegen wie ik minder graag wil vechten dan Heather. En dat is namelijk... Nee, dat kan niet. José. Oeh, heftig. Heeft Alejandro het in zich om zijn grote broer te verslaan? Of... zal hij huilend ten onder gaan? Je ziet het na de reclame gewoon hier. Bij Total Drama All-Stars. Dat is lang geleden, El. Je ziet er moe uit. Misschien moet je eens een maskertje gebruiken. Dat doe ik al 2 keer per week. En het enige waar ik moe van word, ben jij.
Ik wist dat die droom een teken was. Mijn hele leven is José al beter dan ik in alles. Beter in school, sport en ja, zelfs in persoonlijke styling. Nou, deze keer niet. De ontroerende familiereunie is voorbij. Sla elkaar de hersens in! Ze raken elkaar alleen maar op het lichaam. Ja. Dat is toch raar? Dat is onze familiecode. Nooit in het gezicht. Nooit in het gezicht. Zo te zien gaan de gieren weer geen punt scoren. Dat is wat je noemt vette pech. Jouw techniek is bijna even gênant als je vriendin met haar lelijke persoonlijkheid die je op nationale televisie belachelijk maakt. Deze is omdat je me L noemt. Deze omdat je altijd de badkamerspiegel kleeft. En omdat je mij zeven vangt door een wc-blokje. En deze omdat je ook maar één ding aan mij onaantrekkelijk noemt. Wow, de gieren scoren toch een punt. En nu weten we allemaal wat Alejandro echt voelt voor Heather. Heather, ik weet dat je zit te kijken. Bel me. En weer staat het gelijk. Tijd voor de helden. Zal ik dan nu gaan? Waarom zou je nog aan het rad draaien? Het is doorgestoken kaart. Huh? Sierra moet tegen de moeder van de Cody's. Scott moet tegen Muil. Alejandro moet tegen zijn grote broer. Die kans is te astronomisch klein om willekeurig te zijn. Lijkt inderdaad op doorgestoken kaart. Behoorlijk doorgestoken kaart. Wat dacht je hiervan? Ik garandeer dat de volgende speler een niet-specifieke persoonlijke tegenstander krijgt. Oké? Kijk zelf maar. Mike zal precies krijgen waar hij bang voor is. Of misschien waar Cameron bang voor is. Ja! Je had je spinnenangst toch al overwonnen? Ja, maar dat daar is dus geen spin. Gegroet, spinnen eten. Het is een achtpotige Izzy. Jij ruikt vreemd. Als een honingkoekje dat omwikkeld is met rotte ham. Lekker van de binnenkant, maar giftig aan de buitenkant. Je hebt gelijk. Help! Mel houdt me gevangen in mijn eigen onderbewustzijn. Wacht! Vraag je? Wie is Mel? Hoe weet Izzy nou weer dat het Mel is? Genoeg! Ik ga straks tarotkaarten maken. Ze zeggen dat je ogen de ramen van je ziel zijn. Tijd om die ramen voorgoed te sluiten. Genoeg gepraat, oké? Zie je? Nou, dat bedoel ik dus. Mike ging echt helemaal los in deze ronde. Maar een punt is een punt. 2-0 voor de helden. Nog maar een puntje en dan hebben ze gewonnen. Wauw. Waar heb je dat allemaal geleerd? Geen idee. Het leek wel alsof ik het zelf niet eens deed. Maar ik voel me een stuk beter nu ik bij jou ben. En dan nu de grote twijfelaar. De Izzy-spin is al geweest. Dus alles wat nu komt, kan alleen maar meevallen. Behalve beesten uit een radioactieve mijn. Nou, één blinde goffer moet nog wel lukken. Ik ook met mijn grote mond. Lieve gemuteerde goffers. Brave gemuteerde goffers. Nou, dat was snel. Nog steeds 2-0 voor de helden. En dan nu van stoere jongen naar lieve knul Duncan. Hou daar eens mee op. Ik ga laten zien dat ik een echte bad boy ben door flink huis te houden in de ring. Ze zullen nog spijt gaan krijgen dat ze me kapitein Schatje of meneertje Aardig hebben genoemd. Maar het ergste is... Duncan, goed bloed. Ben jij klaar voor? Man, ik zit het hele seizoen al te wachten tot ik kan vechten. Weet je zeker dat je dit punt niet op wilt geven en het laten varen? De vuist van vijf geeft echt nooit op. Maar straks doe je nog iemand pijn. Nou en? Dat is dan jammer voor die iemand. Vroeger noemden ze me slangenhanden. Oké dan. Draai hem maar. Huh? Volgens mij kennen jullie elkaar. Waar is de rest dan? Welke rest? Ja, er zijn flink wat kleine vogeltjes nodig om dit gevecht eerlijk te maken. Ha,
Oh ja, jij gaat eraan. Bereid je maar voor, daar kom ik aan, man. Kom op, serieus? Hoe moet ik nou vechten tegen iets dat zo hulpeloos en zwak is? Oh, man. Ik geef het op. Jammer, joh. Slangenhanden. En 0 punten voor Duncan. Het internet zal ervan smullen. Gieren, wie gaat er nu? Ik ga wel. Nee, serieus, ik ga wel. Gwen, draaien. Courtney, dit moet een vergissing zijn. Oh man, ik heb al de hele dag uitgekeken naar dit gevecht. Ik bedoel, wat een toeval. Tegen Gwen vechten? Dat kan ik niet. Dat doe ik niet. Echt niet. Sorry, Chris. Ja, ik dacht al dat dit zou gaan gebeuren. Dus heb ik hier wat motiverends voor jullie. Waar is dat voor? Wow. Dat is toch fantastisch? Hebben de producers gevonden op Sharon's Klanken blog? Courtney, weet je nog? Je bent hier overheen. We zijn weer vrienden. Blijkbaar heb ik er meer moeite mee dan ik dacht. Sorry, Gwen, want dit gaat jou absoluut veel meer pijn doen dan mij. Deze is omdat je mijn vriendje hebt gezoend. En deze omdat hij niet je vriendje was toen ik met hem zoende. Ze maken ruzie om me. Zie je? Meisjes maken geen ruzie om aardige jongens. Dus ik ben echt een bad boy. Awww. Awww. Oké, de tijd zit erop. We zijn niet klaar. Ik doe alleen maar mee aan de show omdat ik het met jou goed wilde maken. Auw. Ik heb Duncan nooit echt gemist. Maar ik heb jou wel echt gemist. Hé! Hey. Dus, vrienden? Zeker. Vrienden voor altijd. Omdat jullie een beetje warmte hebben gebracht in mijn anders ijskoude hart, krijgen jullie allebei een punt. Het staat nu dus 3-2. De gieren winnen! Yes! Mike was behoorlijk wild tegen Izzy. Ja, maar het was ook echt een vechtuitdaging. Zet je wel aan het denken. Wat als Mike de andere persoonlijkheid is en Mel zijn echte ik? Na al die tijd? Nee, dat kan niet. Alhoewel, als je erover nadenkt... Nee! Hé jongens, waar hebben jullie het over? Niks hoor. Auto's. Oké. Voor we weer een speler het riool insturen, heb ik nog een kleine aankondiging. We gaan samenvoegen. Na mijn uitstekende prestatie van vandaag heb ik straks geen eens een partner nodig. Ik ben een geoliede winmachine. Vanavond mogen de winnaars kiezen welke speler van het verliezende team wordt geëlimineerd. En de verliezers mogen kiezen wie van het winnende team naar Botbreuk Eiland moet. En we gaan de teams niet samenvoegen. Nu mogen jullie schikken. Ah, kijk eens aan. Goed, gieren, wie gaat er vanavond naar huis? We hebben besloten. Met tegenzin. Met heel grote tegenzin. We hebben gekozen... voor... Sierra. Ik? Waarom niet? Thuis wacht een echte Cody op je, die je nodig heeft. Of zoiets. Ga naar hem toe. Rennen. Je bedoelt zwemmen. Maar voordat Sierra door de plee der schaamte wordt gespoeld... welke gier gaat er een avond doorbrengen op Botbreuk Eiland? Helden? Alejandro! Die gast is een risico. Mel heeft geluk dat we niet op ons eigen team mochten stemmen. Nogmaals sorry. Doe de groet aan Cody, oké? En maak nog een paar kwurken video's. Oh. Wat? Adem inhouden! Ik kom eraan, Cody!
grote broers, een paar oude vijanden en onverwachte wendingen. Kan het nog erger? Nou, reken maar van yes! De volgende keer bij Total Drama All Stars!